Er zijn echt wel hele schrijnende verhalen. Een tijdje geleden ook een man die naar me toe kwam, die de video zien dat hij als enige overlevende uit de puin van zijn woning werd gehaald. Vrouw en kinderen overleden. Dus toch willen ze het op een manier met je delen. Wat voor mij ook wel voelt als in, ik wil erover praten. Dat is soms wel lastig, want je hebt natuurlijk heel veel emoties. Je kunt letterlijk van één persoon gaan die aan het vieren is dat hij goed nieuws heeft. En 5 minuten later zit je bij iemand die er helemaal doorheen zit en suïcide-uitingen doet en zegt, het hoeft voor mij niet meer. Tot aan het missen van familie, missen van thuis. Maar er zijn echt wel veel meer positieve momenten dan negatieve momenten. Vooral als je hier nu met het mooie weer rondloopt, een beetje rond 1 uur of 7. Iedereen is buiten, ze zijn lekker aan het voetballen of ze zijn bij elkaar aan het zitten, koffie aan het drinken. Het is gewoon, het is net een camping waar je overheen loopt. Het is echt heel gezellig, ja. Human.